Vandaag in Orlando en Glen. De ladies. Het is gedaan. Nu moeten we de douche onder. Ja. En naar de volgende fiesta. Het is weer de tijd van het jaar, hè? Kent je dat liedje? Het is weer voorbij die mooie zomer. Dat ken ik. Ah wel, dat is perfect. Want de zomer zit erop hier in Spanje, maar... we kunnen niet afsluiten zonder een echte... knal! Bam! En ik denk, de trouwe kijkers weten hoe laat dat is, hè? Het is precies. Het is nog maar onze tweede zomer hier, maar het is nu al traditie. Dit gaat hem niet worden. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Het witte moet dit kleding. Zijn, witte kleding. En we zijn voorzien, lieve mensen. We zijn voorzien, we hebben Tinto de Verano gekocht. Want we gaan... psst, spuiten! Dit is al voor daarna. In de auto. Want zo ga ik natuurlijk niet in de auto, hè. Beplekt. Zo wel. Ja. Straks niet. Het is weer tijd voor de wijnfeesten van Gomilia. Je weet ondertussen dat elk dorp hier in Spanje zo zijn eigen fiestas heeft. Nu zijn het die in Gomilia. En die mannen daar, die hebben dat geniale idee gekregen om de wijnoverschotten zomaar te verspillen en op de mensen te gooien en in de straten te gooien. En wij gaan dat dus nu weer meemaken. En wat ligt dat hier te doen? Dat, zijn, onze... dat zijn die van vorig jaar. De requisieten van vorig jaar. Ja. Dus we dachten, we gaan eens kijken of dat dan misschien nog... doenbaar is, maar allee, niet dat iemand daar gaat kijken hoe dat je aan bent, maar wit is toch wit, vinden we, en dit is eigenlijk niet wit, niet meer. Dus die gaan we bewaren in onze trofeeënkast. Maar, collectie. Wat ik wel al ga doen, is, het wordt druk. Want vorig jaar hebben we daar gegeten op de plaats zelf, en dat gaan we niet doen, want het is ook nog vanavond fiesta hier in het gehucht waar we wonen. Caballusa. En ja, ze hebben ook gezegd van, je komt toch naar de fiesta hier in Caballusa. Dus we vragen, wanneer is dat? Ja, zaterdag. Zegt, dat gaat niet, want het is wijnfeest in Gomilia. Dus eerst wijnfeesten en dan buurtfeest. Wijnfeest en dan buurtfeest. Dus ik ga de emmers al klaarzetten met zout voor de kleren. Dat we als we hier komen, want ik ga zo niet beplekt naar de buurtfeest, hè, dat ik die direct in de emmer kan gooien. Gauw die een douche onder. Gauw die haar feunen en snel of gauw naar Caballusa. Allee, dat is het plan. Voor de laatste keer deze zomer, fiestas. Fiestas noemen ze daar. We zijn er. Ja, we zijn dus nog maar net hier en de eerste problemen doen zich al voor. Komt een Spanjaard naar ons en heeft problemen. En wij moeten helpen. Moeten we nog gaan duwen? Ja, pas op. Ja, moeten we wel. Voor de mensen. Allee, ga helpen! Dat vrouwke. Yay! Onze eerste goede daad van de dag. Gaan we dan nu feesten? Yeah! Het is al goed druk. Ja? Zie. En je zit nog zo net. Huh? Je zit nog zo net. We zijn nog maar juist aangekomen. Ah. Zeg. Wat? Kijk eens. Ja. Heb je al prijs? Ik heb al prijs. En bij mij? Niks. Nee? Ah, jij ook? Jawel. En jij? Nada. Ah. Dat is anders dan vorig jaar. Zotte bende. Zotte bende. Van mij mogen. Zal het gaan, ja. Wat gaat je doen? Kebab eten. Ik dacht dat we gingen wijn gooien. Voorleggen. Oh. Voorleggen. Voorleggen. Kijk, het is nog redelijk wit. Ja. Nu nog wel. Het is daar. Dus ik ga de vak komen. Het zal zo niet blijven. De achterkant is toch al rood, hoor.
gedaan. Het is gedaan. Nu moeten we de douche onder. Ja. En naar de volgende fiesta. Ja, kijk, kijk. Kijk, kijk, de ladies. Kom, de douche onder. Amai. We moeten hier nog een pakken. Oh, gaan we nog een pakken? Ja. Ah, dat is goed. De schermen. De rappen. De rappen. We blijven niet plakken. Letterlijk, maar niet figuurlijk. Ik ga het niet volledig onder, want het is een ijskoud. Home sweet home. Home sweet home. En... Maar goed dat ik al mijn voorbereiding heb getroffen, hè. Zoals dat. Maar het is wel goed, kijk. Het trekt er al uit. Gezondheid. Even iets fris drinken. Beetje hydrateren. Want ondertussen, we zijn een kwartiertje later als daarnet. En kijk eens hoe donker het al is. Daaraan zie je ook dat de zomer voorbij is. En ik heb ook de hik. Niet van de drank trouwens. Het is van te gulzig te zijn. Ik had zoveel dorst, dus ik moest drinken. En ik was gulzig en dan krijg je de hik. We hopen dat jullie ervan genoten hebben van al die gekkigheid daar in Gomilia. Ja, de hik is vervelend even. Ik krijg hem nog niet meteen weg. Maar het is ook voor mij best wel een uitdaging daar in die drukte. In het lawaai. En in de plakkerigheid van al die wijn die over ons wordt gegooid. Langs de andere kant is het ook gewoon een hele unieke ervaring en die willen we dan toch ook weer niet missen. En nu al zeker niet nu Alexander hier is, want hij heeft eigenlijk zijn trip echt gepland rond die wijnfeesten. Hij had dat vorig jaar al in de vlog gezien natuurlijk en hij zei toen al meteen van dat wil ik echt ooit meegemaakt hebben. Dus wel heel fijn dat hem dat nu bij deze heeft kunnen meemaken. Hij was er echt wel onder de indruk van ja, de Spaanse samenhorigheid. Hij zei ook van, dit soort dingen kun je je in België en Nederland niet voorstellen. En dat is ook wel zo. Dit zijn dingen die je inderdaad in onze thuislanden niet ziet, maar die hier wel kunnen. Dus wel fijn dat hij er zo van genoten heeft. Dat doet me dan ook heel veel plezier. En nu even een momentje van rust. En zo meteen gaat de avond gewoon verder voor deel 2. Want nu zijn het buurtfeesten hier in Cabayusa. Dat is het gehucht van Pinosse waar wij wonen. En we hebben daar net al gezien, het ziet er heel gezellig uit. We gaan daar eten. We hebben er afgesproken met mensen, met eten, drinken, feest, muziek. Dus het is echt een prachtige afsluiting van de zomer. En jullie mogen weer mee. Dus vamos, op naar deel 2. Nog niet goed bekomen van het een en al door naar het ander, hè. Feesten in Spanje, jong. Dat is Spanje. Fiesta all day. En Alexander, die moet zich maar aanpassen. Aan het Spaanse leven. Dat durft me helemaal te zeggen. Er zijn wel ergens dingen om aan te passen natuurlijk. Hè? Dat is waar. Ja. Maar het is allemaal later. Hè? Want nu is het 9:30 moeten we nog vertrekken en dat begint nu pas. We hadden het wel al moeten zijn. Dus nu pas 21:30. Ja. Dus... Op zijn Spaans krijgen we nog wel een paar minuten. Dag mee, dag. Kom, okay. We zijn door. Sklinken? We gaan eens klinken. Op een hele gezellige avond. Gezondheid. Salud. Salud. Si. Si. Mucho gracias. 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 Ja, hoe heet het dat zo? Wat dan? Ja? Dit? Het is een slakje. Een naaltje nemen, maar je kunt dat goed met je vork. Ah, oké. Okay. Neem deze. Deze. Nee, nee, daar zit niks meer in. Die heb ik al genomen. Ik mijn vis. Waar is hem? Dat had je niet moeten zeggen, Inge. Deze? Pas op, dat is tomatensaus. Hè? Oh ja. Een witte broekje. Pak die fles wijn op de jus, want ze zijn we ze weer kwijt. Hè? En ik denk dat je die best zo naar buiten toe. Als je dan klekkert, dan klekkert je niet op uw broek. Dan klekkert je op Orlando, op Glenzen broek. Nog nooit gegeten? Nee. Het smaakt best wel wat. Dat is lekker. Ja, dat is zeker lekker. Dat is lekker. Beetje pikant zijn, net. Nee, ja.
sausje misschien. Nee, ik vond het ook niet. Nee, nee. Dat is overroepen. Hij zal niks gewend zijn. Nee. Maar wel weer een plakbazaar, hè? Ja, ja. Ja. Dat is juist gewassen. Dat is juist gewassen, ja. Lekker. Lekker. Kip. Polo. Polo. Wat de keuze is, kip of vis? Dus ik heb kip gekozen. Ik ook. Mokka. Neither uit Zuid-Nederland. Heb je Afghanistan-talen? Kameralen? Nee. DJ? Het is mokka. En dat is dingen. Dat is vanille. Ja. Ik heb geen lust mokka. Ik lust dat wel, maar de vraag is of ik dat graag heb. DJ? Santana? Ja, Santana. Als je het niet moet? Ik heb er al in gemerkt. In gemerkt. Volgende keer in Orlando en Glen. Het is alweer een miskoop, denk ik. Eish. Je noemt zo Punjab. Ja, ik ken je niet, dus. We gaan afwachten. Oh, ja. Ja, nee. Ja, dat is toch? Ik ook. Ja, ik ken hem ook niet.